Ding, ding. En dit zijn de familiekamers, ja. Jullie zijn ervan uitgegaan dat je vader heel goed verzekerd was. En dat is achteraf niet zo. Ja, ik vind daar had je toch in kunnen helpen. Dat verwachten wij toch van je. Weet je, jullie zitten iedere dag in die begrafenissen. Ik niet. Voor jullie is dit gesneden koek. Wilt u thuis ook rijdende rechter zijn en oordelen over de zaak? Pak dan nu uw mobiel of tablet en speel mee op live.ncrv.nl. Houd die hond vast. Houd die hond vast. Ik werd van dat antwoord erg pissig. Ik zeg, kom op, we kennen elkaar al zoveel jaar, joh. Hij heeft gewoon totaal geen idee wat hij aangericht heeft. Ik ga niet dreigen, dat... Niet te dicht bij elkaar. Na het overlijden van meneer Van de Velde komt Alice, de dochter van uitvaartverzorger meneer de Ridder, langs bij de familie. De begrafenis wordt helemaal doorgenomen en Alice verzekert de familie dat alles goed komt. Alles wordt geregeld, dus geen financiële zorgen, denkt de familie Van de Velde. Maar dan, na 2 maanden, valt er totaal onverwacht een rekening van €800 op de mat. Mijn vader is om 9:00 s'avonds overleden. En de dochter van meneer de Ridder, Alice, die kwam voor de begrafenis te regelen. Omdat mijn vader zijn wens was om de uitvaart door meneer de Ridder te laten doen. En ja, mijn man die had alle vertrouwen in de Ridder. Waarom had hij mij, zijn vader en zijn moeder, zijn broers, Die hebben ook allemaal meneer de Ridder gehad en dat was gewoon, ja, was meneer de Ridder. Was goed. Die bewuste ochtend dat Alice er was, hebben wij dus ook die polis uit zijn laagje gepakt, die hij netjes bij elkaar had gepakt en uitgezocht had. En die hebben wij op tafel gelegd en gezegd tegen Alice, het is de polis, het zou in orde zijn. Wij hebben hem niet ingekeken en dat was geen probleem. Dat kwam allemaal goed. Die uitvaart is gewoon goed verzorgd en geregeld. Het is alleen toen zij de afrekening van Monuta kregen, maar daar kregen zij ook een brief van. Toen dachten zij waarschijnlijk van, we krijgen niet genoeg. 2 maanden later stapte Alice binnen om met een polis die we nog moesten ondertekenen, wat wij niet goed begrepen. Waarom we die moesten ondertekenen. Want wij gingen er nog steeds vanuit dat de kosten gedekt waren door de polis. Ja, dat was niet zo'n leuk gesprek. Want toen hadden zij dus waarschijnlijk de uitkering van Monuta gezien. En toen dachten ze van, ja, nu komt het niet goed. Toen kwam alles redelijk overstuur terug. En de next de avond daarna heb ik ze gebeld. Maar dat was dus een vrij kort telefoongesprek. Die zegt, ik hoor van Alice dat het je niet wilde tekenen. Ik zeg, nee, wij snappen er helemaal niks meer van. Ik zeg, ik zou heel graag willen weten wat er nou precies aan de hand is. Waarop meneer de Ridder heel kortaf tegen mij begon over artikel 1a van de polisvoorwaarden, dat ik die had moeten lezen. Mijn punt is... Had het in 2007 een fout gehad, dus bij het afsluiten van die polis. Die verzekeringsman die had dus tegen hen gezegd van je bent voor alles verzekerd. Maar er is nooit contact geweest met mij wat de inhoud van die polis was. Waarop ik hem onderbrak om te vragen, Jan, mag ik even uitpraten? Nee, je artikel 1a van de polis had je moeten lezen, had het allemaal duidelijk geweest. Dat werd mij een beetje te veel en dan heb ik de telefoon neergelegd. Want ik heb niet het idee dat dat een manier van werken is. We hebben altijd nog met emoties te maken. De totale rekening was €4400. En het bleef een restant openstaan van €800, wat wij dus niet verwacht hadden. Ik snap er ook niks van. Wij hadden op dat bedrag totaal niet gerekend. En we begrepen ook niet waar dat vandaan kwam, dat bedrag van die €800. Het zou in de polis hebben gezeten. Ja, ik word gewoon niet eerlijk behandeld. Wij hebben gewoon een nette uitvaart neergezet. Gewoon tegen de kosten die iedereen betaalt. En dan, als de verzekering van Monuta tegenvalt, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is buiten mij om. Alles zou goed komen. Moest ons geen zorgen maken. En dan ben je voor mij geen
geen vakman. Dan denk ik van, hij ziet alleen maar, als ik het zo mag zeggen, dollartekens. Ze moeten niet denken dat ze door mij opgelegd worden, want dat zijn gewoon kosten die iedereen betaalt bij ons. Gewoon voor een uitvaart. En die tarieven die publiceren wij al elk jaar gewoon op de website. Het gaat niet om die 800 euro. Het gaat om een principe kwestie. Je vertrouwt iemand, je geeft alles uit handen. En je rekent erop dat iemand je gaat helpen daarmee. Iemand die zijn vak verstaat. Ja, ik ben best wel kwaad over. En ook wat teleurgesteld in hun, want die had ik echt niet verwacht. Rijdende rechter, onze eis is dat we van meneer de Ridder 4200 euro terugkrijgen. Welkom hier in Slot Zeist. Ja, dat moet voor u vrij lastig zijn dat u hier onder deze omstandigheden bij de rijdende rechter staat. Heel lastig. Ik had hier liever niet gestaan. Nee. Helaas. Waar is Alice? Want die hebben we eigenlijk in het filmpje ook nog niet gezien. Want die heeft natuurlijk wel met deze mensen... Ja, maar ik heb een uitvaart gedaan, dus... Oké, okay. Of wilt u haar misschien beschermen? Ik wil ze ook wel een beetje buiten schot houden. Oké, okay. Nee, maar dat is goed dat we dat ook weten. Ja, ja. Uw dochter Alice, die heeft gezegd tegen u... Het komt goed. Alles komt goed. Ja, ja. Had ze dat moeten zeggen? De uitvaart is ook goed gekomen. En er waren twee polissen, alleen ja, familie Van der Velde die wil nu... dat alles uit die ene polis betaald wordt, maar ja. 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 Maar nu werden deze mensen natuurlijk wel een beetje in de waan gelaten dat alles goed zou komen. Ze zeggen het zelf al, bij die verzekeringsman is het al misgegaan, want die heeft gezegd van het is in orde. Maar ziet u het niet als uw taak om dat dan te melden? Dat u zegt van nou luister, dit is de polis, eventjes zakelijk, het is vervelend, maar dat moeten wij vooraf even doen. Die polis, daar weten wij de waarde niet van, want dat zeggen ze niet. U heeft hem gezien, toch? Ja, maar daar staat een begindatum op en een maandbedrag. Maar dus achteraf vertel je het wel. Daar kunnen wij niks uithalen. Wij met onze emoties konden... Ja, wij hebben de polis aan alles gegeven. Mm-hmm. En gevraagd of alles goed kwam, of er geld genoeg was en alles kwam goed. Mm. De uitvaart is goed geregeld. Daar hebben we het ook niet over, hè? Want nee, dat... maar die is goed geregeld. Precies. Maar, wij hadden... maar heel even, wat betekent dat Natura? Want dat Natura is dus waar u het over heeft. Ja, Natura polis die keert diensten uit. En dan vallen daar een aantal categorieën onder standaard? Ja, dat is de kist, de verzorging, de auto, het mortuarium. Ja. Oké, okay. Dus op het moment dat u aangaf, wij willen graag met meneer de Ridder... Het zou allemaal in orde komen. Ja, maar even voor mij, valt dat dus buiten die Natura? Nou, dan krijg ik het bedrag van Monuta, wat Monuta daar aanhangt aan die diensten. En dat bedrag, dat krijg ik. Aha, want u bent dan eigenlijk even de concurrent? Ja. Aha. Ja. U heeft wel een polis afgesloten, dat heeft weliswaar uw vader gedaan. Had u die niet gewoon moeten lezen? Tuurlijk. 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 En heeft u daar spijt van? Ja. Ja. En stel dat u vooraf had geweten dat u 800 euro extra had moeten betalen voor meneer de Ridder. Dan had het goed geweest. Had u het gewoon betaald? Ja, dan had het goed geweest als het maar duidelijk geweest had. Maar nu zijn wij gewoon helemaal van het idee uitgegaan dat het allemaal in orde zou wezen. En dat was wat pa dus zo trots op was. Ik zie pa... Ja. Hij zou dat nooit willen hebben dat ik dat zo zou zeggen. Maar ik zie hem zitten aan de telefoon met die verzekering in zijn hand. Ik zie hem omdraaien naar ma om te zeggen, Bets, het is allemaal geregeld. Je moet je geen zorgen maken. Ja, precies, en daar was hij zo trots op dat hij dat geregeld had voor ma. En dat is gewoon waar wij af willen sluiten. Ja. En om daar een klein beetje ongelijk in te krijgen dat er een miscommunicatie is. Ja, is het toch niet, voelt u dat niet als uw verantwoordelijkheid? Nou ja, verantwoordelijkheid. Ik vind dat het genoeg voldoende uitgelegd hebben. Maar ze hebben het niet begrepen, dus heeft u het dan voldoende uitgelegd? Ja. Ja, ik vind van wel, maar ja, of ze het begrijpen, dat is... Alice weet niet wat ma op de bank heeft, dat kan niet. Dus hoe kan Alice dan beloven dat het allemaal goed komt? Ja. Kan niet. Dat kan niet, dat is fout. Ik vind dat fout. Nee, en ik zou graag hebben dat je zou zeggen dat dat fout is. Je hebt weer polissen dan niet al, maar die ene die hou je er buiten. Ja, want ik had er niet op gerekend dat die daarvoor gebruikt. Tenminste, wij hadden daar niet op gerekend. Het is misschien iets heel apart. Te zakelijk, dat proef ik een beetje uit deze kant. Want hoe ervaart u dat? Ja, en ik wou graag even naar meneer de Ridder vragen. Want hij zegt van, ik heb het dikwijls genoeg uitgelegd. Maar hoe dikwijls en wat heeft u uitgelegd? De totale kosten, Betsy. Ja, maar die kwamen achteraan. En niet die maandagmorgen. Er is niet allemaal over daar achter geld de tafel gezeten hebben met alles. Ik vind het wel moedig dat u hier staat. Ja, dat wou ik zeggen. Het is vrijwillig, dus ik heb wel... Ja,
De handschoen opgepakt. Ja, en dat is toch, hè? Maar ik vind, om niks te verbergen. Nee. Dat gewoon u wil ook weten hoe het zit. Eerlijk gegaan is, ja. Ja, u wil gewoon ook weten hoe het zit. Ik stel voor dat we gaan kijken naar het locatiebezoek. En tijdens het locatiebezoek krijgt meester Visser een rondleiding bij Uitvaartverzorging De Ridder. Want wat krijg je nou eigenlijk voor je verzekeringsgeld? Goedemiddag. Ja. Ali van de Velde. Dat zie ik wel. Ja. U ziet elkaar voor het eerst sinds de begrafenis. Tweemaal, ja. Ja. Ongeveer, ja. Ja. Goed, dus dit is ook even moeilijk voor u hier, hè? Want hier is waar uw man en uw vader is opgebaard en uitgedragen, zal ik maar zeggen. Ja. Goed. Ik zou zeggen, laat u mij zien wat van belang is. Dit is de achterkant waar de familie nooit komt. Familie komt aan die kant binnen. Ja. En dan, ja, meneer Van der Velde bijvoorbeeld, die heeft hier opgebaard gestaan. Dus op die bewuste vrijdagavond heb ik daar familie ontvangen. En maar kunnen ze... de overnemer die blijft hier liggen, die ligt normaal in de koelcel. Nee. Hier is de koelcel. Ja, dus daar... En ook de, ja... Precies. De tafel om te verzorgen en een lift om in de kist te laten zakken. Ja, dat begrijp ik. Ja. En hier staan dan de. Oh ja. De voorraadkisten. Maar dat gaat normaal uit een boekje bij de mensen thuis. Dus de meest voorkomende soort. Dat is een beetje de meest gangbare. Ja. Want, inderdaad. Ja, dit ziet eruit als eiken, maar is dat eikenfineer? Dat is eikenfineer. Ja. Dat is eikenfineer. Ja. Ja. En dit is wel een echte eiken. Dat is een dure. Ja. En wat is nou de goedkoopste kist als ik... Dat is eigenlijk... nee, die heb ik niet staan op dit moment. Nee. Dat is deze, maar daar zit er folie op. Oké. Okay. Dat noemen ze printfolie, maar die kost dan 418. 418. Dat maakt me weinig uit. Nou, en dan had u iets nieuws, begreep ik? Ja. Wat u de familiekamers noemt. Ja. Nou ja, het geeft wel een... Ja, dat klopt, maar dat vind ik zelf niet koosje. Ja. Dat weet hij hoor, dat hij hier niet mag komen. Ja. Goed. En dit zijn de familiekamers. Ja, ik heb net even gekeken. Dit is eigenlijk de ontvangstruimte. Ja. En dan hebben we daar twee kamers, daar kun je de sleutel van krijgen. En die mensen kunnen er dag en nacht naartoe. En dan kunnen ze van buitenaf zelf ook naar binnen. Ja. En zo is bij u ook gegaan. Nee, zij kozen voor één keer afscheid nemen op vrijdagavond. En ja. dat is in deze kamer gebeurd. Oké, dus je bent hier maar één keer geweest. Ik wist niet dat er een keuze in was, maar dan hebben we dat verkeerd begrepen. Ja. Zoals meer. Want ik moet zeggen, Jan, dat ik heel erg teleurgesteld ben. Ik kent geen Jan. Nee. Maar ja, zo stelde je eigen voor toen je belde namen. Nee, natuurlijk Jan niet. De Ridder. Nee? Dan heeft verkeerd begrepen. Goed. Zoals zo meer. Ja. Heel erg teleurgesteld. Dat je met emoties, met mensen met emoties, dat je zo zakelijk en zo hard daarin moet hakken. Zoveel vertrouwen is er achter tafel geweest. Maar het is in 2007... Ik heb het niet over 2007, Jan. En als ik nu... Ariane is Ariane, als ik nu... Ik heet gewoon net als je vader. Ariane, als ik daar nu uit mag spreken, wat ik door de telefoon niet mocht van je. Hè? Omdat je over die polis... Maar over die polis, als je nu eens even wacht, hè? Het feit dat wij... emotioneel helemaal kapot achter tafel zitten, omdat er dingen gebeurd zijn die al niet moeten gebeuren hadden. Omdat mijn vader eigenlijk al niet aan moeten overlijden. Nee, maar, en daar sta je allemaal los van, want daar heb je verder geen boodschap aan. Hey? Dat hij als je uitvaartverzorger bent, dan heb je daar geen boodschap aan emoties van mensen. Snap. Nou ja, maar Jan, dat gebeurd is. Wij weten van pa dat de polis in orde is. Van welk jaartal? Ik weet het niet, ik heb hem niet ingezien. Zo stom mogelijk. Stom, hè? Daarbij stom. Echt bij stom, hoor. Maar ik heb hem niet gezien, want pa die had gebeld met de verzekeringsadviseur. Maar nu gaan we echt helemaal over de polis beginnen, hè? Dus dat wil ik eigenlijk liever straks doen als we bij elkaar zitten. Maar waar het nu even om gaat is, dat zei ik ook net. Ja, dit is natuurlijk, als ik eraan denk, je komt hier niet graag terug. Hè? Nee, dat is het. Nee. Dat is natuurlijk wel even een punt van belang. Uw man wilde dat het wel via hier ging. Ja.
precies. Dat was... Wij hadden vertrouwen in meneer de Vrede. Oh ja, uw man wilde dat ook. Ook. Precies, ja. Zo was het, ja. En zo, hè? Dus ja. U was geen vreemde voor. Nee. Hè? Nee, want u kende... Ik heb bij het Ziedervader in Moedroek uitvaart gedaan. Ja, ja. Zo lang had dat al terug. Ja, precies. En, dus dat is eens te meer dan vervelend. En triest ja, dat, ja. Dat u nou zo tegenover elkaar moet staan. Luister, ik heb het gezien, wat u mij wilde laten zien. Wij gaan nu naar de hoorzitting en dan gaan we rustig over de zaak praten. Ja? De Ridder is een van de bekendste begrafenisondernemers in de omgeving, maar hoe staat hij dan bekend? Dat een begrafenisondernemer hier in de omstreek best redelijk goed staat aangeschreven, dat hij dan nu op zo'n klein dingetje, wat over een paar honderd euro voor hem gaat, moeilijk moet zitten doen. Het is om duur van zakenrelaties te overgaan naar een soort vriendschap die we hebben. We hebben ook een beetje dezelfde hobby met wat schaapjes. Dat dan zoiets moest zijn dat ik weet gewoon, die man die durft me een portemonnee te geven en die onder zijn... En ik weet dat de volgende dag hetzelfde bedrag in zit, zeg maar. Die mevrouw van de Velde, dat is mijn beste vriendin. Maar ja, hij was eigenlijk ook mijn vriend. Want ik weet nog wel, dan at ik er op zaterdag en dan kreeg ik ook altijd nog een portie soep mee voor thuis. En dan kwam er ook wel eens een dochter op dat moment binnenvallen. En dan zei ze, opa, krijg ik ook soep mee? Nee, dit is voor mijn vriendinnetje. Dit is, dus dan ging ik met de soep weg. Hij staat ook dag en nacht klaar voor de... Enfin, niet alleen de Ridder zelf, maar ook heel zijn gezin. Zijn vrouw, zijn kinderen, die nou ook langzamerhand in de zaak trekken. Gewoon keihard werkende mensen zijn dat. En dan dit jaar. Ik vind het heel triest dat de rijdende rechter eraan te pas moet komen. We zijn allemaal volwassen mensen en we kunnen gewoon rond de tafel om erover te praten. Ik vind het ook heel jammer dat de rijdende rechter hier naartoe moet komen om dit op te lossen. Er zit hier echt mee dat hij in zijn openheid, zijn correctheid, de correctheid van zijn bedrijf, zijn initiatieven die hij steeds neemt, dat hij daar echt ook mee zit, dat hij zoiets ontstaat. En ik denk dat het bij hem ook nog nooit direct eerder is voorgekomen. Meneer de Ridder had in mijn ogen moeten proberen een mannelijke schikking te treffen. Maar de vraag is of de familie dat nog wilde op dat moment. Hij had gewoon moeten zeggen, hier is dat geld. En we praten er niet meer over. We hadden het van tevoren moeten zeggen, hebben we niet gedaan. Ja, sorry, onze fout. Klaar. Ik weet dat mijn vader is echt totaal niet voor slechte wil of iets anders. Er kan gewoon mee gepraat worden. Dus het kan gewoon opgelost worden. Emoties toont hij echt wel. Die zie je ook bij hem. Tuurlijk zie je die ook bij hem. Ja, hij zit er echt mee. Maar hij laat dat naar de buitenwereld gewoon niet zien. Want heb je ooit al een begrafenisondernemer zien huilen? Of boos zien zijn? Die tonen geen emoties en dat doet hij ook nu niet. Ja, uw dochters zeggen, hij voelt die emoties wel, alleen hij kan het niet tonen. Ja, misschien klopt dat? Mijn opvoeding een beetje. Ja. Ja. Maar u voelt het wel, u begrijpt Jawel, deze familie. Natuurlijk. Ik hoorde die meneer net zeggen, ik zou hem mijn portemonnee geven. En dan zou ik hem dan... Ik zou je mijn portemonnee ook geven. Ja. Het gaat alleen nu om dat feit... Het gaat niet om geld. Het gaat een beetje om normen en waarden. Maar meneer de Ridder, voelt u dat wel van binnen? Dat u zegt, ik begrijp volkomen. Ik voel ook... Nee, ik heb wel begrip voor de... Maar het moet niet zo ver komen. Dat vind ik zo jammer. Nou, had meneer de Ridder niet even de moeite kunnen doen... om mijzelf even te bellen en te zeggen... Hé, Betsy... Ik dacht niet dat het goed liep, zou men even rond de tafel gaan zitten. Volgens mij hebben jullie heel duidelijk verteld wat jullie dwars zit. En nu heeft het ook gezegd. Ik stel voor dat we dan doorgaan. Ja? Op het tweede scherm spelen de thuisrechters fanatiek mee. Hier is de tussenstand. En tijdens de hoorzitting wordt duidelijk dat die ene zin, alles komt goed, een enorme miscommunicatie veroorzaakt. Welkom, we zijn hier in Sluiskil, in hotelrestaurant Dallinga. Uw man is overleden in het ziekenhuis in Terneuzen. Dat is voor iedereen een enorme schok. Ja. U bent in een soort achtbaan terechtgekomen. Ja. Er moest een begrafenis geregeld worden. U had daar geen ervaring mee. Nee. Ja. En de dag na het overlijden is uw dochter, die is toen bij u thuis geweest.
Ja, je zit met z'n allen rond de tafel. En dan wordt over allerlei praktische dingen gesproken. Ja. De bloemen, de kaarten, de kist. Tijdens dat gesprek zijn de polissen op tafel gekomen. Er was de Naturapolis. En ook even voor de mensen thuis. Dat betekent dat Monuta eigenlijk dan de begrafenis verzorgt. Hoef je niet voor bij te betalen, tenzij je extra dingen wil. Ja. Ja. Maar omdat ze de uitvaart bij u hebben laten doen, moeten ze per saldo €807,62 bijbetalen. Ja. Dat is het eigenlijk. Ik dacht dat Monuta een soort verzekering was of zo. Ik wist helemaal niet dat dat ook een uitvaartmaatschappij is. Ik hou me daar niet zo mee bezig. Maar toen hij die verzekering afgesloten heeft, ben ik dan in beeld geweest? Is er aan mij gevraagd? Ik heb het nu over of de verzekering afgesloten is. Ja, het gaat erom of de begrafenis netjes geregeld kon worden. Want daarvoor zitten we hier. Dat was pas een streven. Maar nu praat je daaromheen. Maar als die afgesloten is, dan had je moeten zien wat dat er verzekerd is was. Is dat zo? Ja. Wil je geloven dat ik na de begrafenis en na al dat gedoe, dat ik mijn polis gepakt heb en dat ik dan gelezen heb wat erop staat? Ja, het zal Nederland niet wezen, maar ik heb hier een protocol. Transparantie voor uitvaartondernemers en Natura-uitvaartverzekeraars van 2012. Er staat in wat eigenlijk van de uitvaartondernemer wordt verwacht. En die zegt dat hij eerst een inventarisatie moet maken van de beschikbare uitvaartverzekeringen. En dat als nabestaanden aangeven dat er sprake is van een Naturapolis, dan moet de uitvaartondernemer het bedrag opvragen dat de Natura-uitvaartverzekeraar in het dergelijk geval uitkeert. Ja, maar dat kregen wij niet. Want dat is, we zijn geen nabestaanden. Hey, dus we kunnen wel bellen met een verzekeringsmaatschappij en zeggen van, wat is die polis waard? Maar dan vragen zij van, ja, ben je familie? Nee, ik ben geen familie. Dan, dat is privacyreden. Dus er worden geen bedragen aan. Ja, dan ga je toch niet verder? Als je dan nu in overleg met ons gedaan had, als je nu eventjes contact opgenomen had, gezegd dan van, dit is een polis van Monuta, ik doe daar werk ik niet mee samen, dat is iets heel anders. Dan had je het gewoon uit kunnen leggen. Nee, iets van jij, dat wist jij jullie heel toch? Goed. Nee, daar ben jij vanuit gegaan, maar ik heb niks te maken met een begrafenis. Jullie zijn ervan uitgegaan dat je vader heel goed verzekerd was en dat is achteraf niet zo. Ja, ik vind daar had je toch in kunnen helpen. Dat verwachten wij toch van je? We bellen jullie om te helpen in zo'n situatie. Ja. Dat is jullie hebt een zorgplicht. Weet je, jullie zitten iedere dag in die begrafenissen. Ik niet. Ik maak dit gewoon zelden of nooit mee. Nee, voor jullie is dit moeten weten. Voor jullie is die gesneden koek. Ik weet niet wat Natura is. Mijn vader heeft geïnformeerd bij de verzekeringsmeneer. Nu wel. Ja, maar nu is het later. Nu weet ik het wel. Maar het gaat om het principe. Mijn moeder heeft 2 keer gevraagd, kunnen we dat betalen? Is dat goed? Nee. En dat komt allemaal in orde, dat alles gezegd. En dat vind ik niet netjes. Er is gezegd, kom goed, dan komt het nog op. Maar wie bent u? Ik ben André Jonker, ik ken de familie al 40 jaar. Ja, ja. Maar ik vind het gewoon belachelijk. Nee, meneer, even. Ja. De polis is ongezien meegenomen, niks over gezegd. En dan is. En dan is meneer De Ritter is 2 maanden later boos op me aan de telefoon. Omdat hij dan verwacht van me dat ik dat allemaal had kunnen weten. Nou, echt niet. Nou, boos. Dat is, ja, redelijk wel, want ik kon er geen spel tussen krijgen, meneer De Ritter. Ja. Heel onbeschoft zelfs op dat moment. Ja. En dat doet altijd, vind ik niet netjes. Nou, zo ging het. Zo ging het dus. Je kwam er niet tussen. Nou, zeggen, ja, nou, dat protocol van die verzekeraars, die gaan ervan uit dat u als uitvaartondernemer wel degelijk dat bedrag te horen kunt krijgen. Al dan niet met de machtiging van de familie. Ja, ja, maar dat hadden ze dan zelf ook kunnen doen. Mm-mm. Maar ja, daar hebben we je voor gebeld voor hulp. Nog 24 uur later, na het overlijden van ons vader, hij daar vol verdriet zit. Nou, ik ben zeer diep teleurgesteld, meneer De Ridder. Sorry, zeer diep. Maar er was nog een levensverzekering. Die is toen ook getoond, die polis. En wat was het verzekerde bedrag van die levensverzekering? Hij dankte €2000. €2000. Maar dat was in onze belevingswereld niet echt bedoeld voor de begrafenis. Maar goed, die polis is ook meegegeven aan uw dochter. Het gaat toch niet om dat geld of om wat dan ook. Heel ons vertrouwen is toch weg? Nee, maar niet kwalijk. Ja, oké. Okay. Ja, de wens van de overledene was dat u de ridder zou worden begraven. Ja. Ja. En dan is de vraag aan u. Als u had geweten dat extra ging kosten, had u die wensen uitgevoerd of niet? Nee, dan hadden we naar Monuta gegaan, want mijn vader had niet gewild dat maar bij had moeten betalen. Dan had pa gezegd van, daar moet je niet aan betalen, want we zijn verzekerd. Dat was wat hij gebeld had naar de verzekeringsagent. Als meneer De Ridder na het telefoongesprek met Anita had gezegd van, jongens, kom, we gaan even achter de tafel zitten. Dan wil ik het even uitleggen hoe het in elkaar zit. Dan hadden we heel deze circus niet gehad. En dan hadden we gezegd, oké, dan weten we het. Ja.
Dat kun je nu wel zeggen. Ja, wat wij moeten doen. Maar de toon met het gesprek met Alice, die was er helemaal niet goed van. Wat ik mevrouw hoor zeggen is dat het is toen verkeerd gegaan. Dat is duidelijk. Hè? En juist in een situatie, dat weet u als uitvaartondernemer natuurlijk als de beste, juist in situaties als deze, er moet maar iets gebeuren. En mensen, ja, hè, die zitten tot op toppen van hun zenuwen. En dan is eigenlijk de vraag, waarom rukt u dan niet onmiddellijk uit? En u zegt van, luister, ja. Ik ga naar die mensen toe en we moeten de... Dat had ik verwacht. Ja. En dat verwijt dus u een beetje. We zijn ook ja, en ik ook. Maar met alle respect. Ja, ik vind dat echt niet normaal, nee. Meester Vester. Maar ik zit hier over een heel gevoelig onderwerp te praten met de nabestaanden. En ik vind het niet prettig dat u er doorheen schreeuwt. Nee, sorry, dat kan, maar... Ja. Maar we zijn ook helemaal niet boos geweest op het ding. Maar niet waar je alleen gezegd. Alice, we willen even wachten om te tekenen. Want we snapten het niet. Want we snapten het niet. En dat is alles wat dan maar gezegd hebben. Snapten het ze niet. Ze had papier bij elkaar gepakt. Ze heeft gezegd, nou, dan ga ik daarmee naar mijn vader. En ze was weg. Ja. Dus we zijn helemaal niet boos geweest op Alice. Misschien dat Alice heeft gedacht, luister, ze hebben niet enkel de begrafenispolis, maar ook nog een levensverzekering. Dus alles bij elkaar opgeteld, zal dat ontlopen elkaar niet veel. Dat hebben ze eigenlijk gedacht. Ja. Het is maar welke vraag je stelt natuurlijk. Welke polissen breng je in, hè? Weet u, de dokter zei tegen ons dat het in orde zou komen met mijn vader. De verzekeringsagent zei dat het in orde zou komen. Meneer de Ridder zei dat het in orde zou komen. Ja. Hey, en wat hebben we nu? Niks. Wat hebben we nu? Een hoop ellende. Een hoop ellende. Luister mensen, er moet een juridische beslissing komen. En daar zie ik u binnen niet al te lange tijd terug in Slot Zeist. Waar ik dan zal zeggen wat ik juridisch van de zaak vind. Ja? Wilt u ook iets tot op de bodem laten uitzoeken of heeft u een heel ander probleem? Meld u zich dan nu aan. U kunt ons bellen op 0900 1301, maar u kunt ons ook nu mailen via onze website. Ja, en de grote vraag is, heeft meneer de Ridder juist gehandeld of niet? Dit vinden de thuisrichters ervan, maar wat zal meester Visser beslissen? Hier is hij, meester Visser. Uitspraak in de zaak van de weduwe van de Velde tegen begrafenisonderneming De Ridder BV. De Ridder wist, of behoorde te weten als uitvaartondernemer, dat een Natura-polis, zoals bijvoorbeeld van Monuta, de begrafeniskosten niet volledig zou dekken als hij de uitvaart zou verzorgen. Dat had hij dan wel zijn dochter onmiddellijk duidelijk moeten vertellen, zodat de weduwe wist waar ze financieel aan toe was. Omdat De Ridder die informatie niet onmiddellijk heeft verstrekt, is de weduwe in de waan gelaten dat de Natura-polis daartoe wel voldoende dekking bood. Onder invloed van die door het zwijgen van de Ridder veroorzaakte valse voorstelling van zaken, heeft de weduwe de opdracht aan de Ridder verstrekt. En juridisch is in dat geval sprake van dwaling. Het financiële nadeel dat de weduwe daardoor heeft geleden, wordt door mij berekend op €1135,04. Ik zal daarom de Ridder verplichten om dit nadeel aan de weduwe te vergoeden. De Ridder betaalt dus €1135,04 aan de weduwe en daarmee is deze zaak beslecht. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, ik zie u ademhalen. Is het goed zo voor u? Het is klaar, het is over. Het is... Zoals we zijn, het ging niet om het geld, maar ja. U krijgt het nu wel en ja, u had ze toch beter moeten informeren. Dat is de conclusie. Kunt u daar wat mee? Ja, dat is een les voor de toekomst. Dat is een les voor de toekomst. Ja. Ik wens u heel veel sterkte de komende periode. Ja? Dit was De Rijn de Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Ja. Ik vind hem niets verkeerds gedaan. Maar ja. Het is. Iedereen is anders. Gelukkig wel.